wat deze jongeren allemaal bindt, is dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Maar ook geen eigen netwerk om hen daarin te helpen. Ook geen eigen middelen. En ook niet de skills, de vaardigheid om daarin naar op zoek te gaan. Dus het is niet zomaar jongerenhuisvesting of zomaar studentenhuisvesting. Het zijn jongeren die op dit moment op de bank slapen bij vrienden. Van bank naar bank. Dus we noemen ze inmiddels bankhoppers. En als ze niet een dak boven hun hoofd krijgen, straks op straat belanden of in de maatschappelijke opvang. En daar zijn ze ten eerste wat ons betreft echt nog veel te jong voor. En ten tweede, met goede begeleiding en zorg en ondersteuning, kunnen we ze een duwende rug geven naar wel zelfredzaamheid en zelf weer een dak boven hun hoofd vinden. En dat is echt het belangrijkste doel van Skills in Leeuwarden. Ja, kwetsbare jongeren dus. Maar waar ontbreekt het ze dan nu aan? Waarom kunnen ze het nu niet zelf? Nou, het belangrijkste is dat ze, nou, het ontbreekt hen ten eerste aan een woonplek. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Als jij geen dak boven je hoofd hebt, dan kun je al helemaal niet werken aan participatie, aan weer naar school gaan, aan het werk gaan, eventueel van je verslaving afkomen, van je problemen afkomen. Dus het feit dat je een plek hebt waar je geen zorgen meer hebt over een dak boven je hoofd, is hartstikke belangrijk. En het zijn jongeren die niet als vanzelf, zoals gelukkig heel veel andere jongeren wel hebben, een familie, een netwerk, eigen verdienvermogen hebben om een eigen weg te zoeken. Dus het is een hele specifieke doelgroep waarvan we niet willen dat die op straat belandt, waarvan we niet willen dat die uiteindelijk in de maatschappelijke opvang belandt, waar we heel graag echt nog een positieve duw in de rug willen geven. Nu blijkt uit recent onderzoek van 27 oktober dat er op dit moment een kleine 100 jongeren dakloos is in Friesland. Maar dat zijn de jongeren die, ja, die staan geregistreerd, die al bekend zijn bij verschillende opvangcentra. Dus dat zullen er ongetwijfeld meer zijn. In Skills voor de Stad is over 2 jaar plek voor ruim 40 jongeren. Er zit natuurlijk wel een enorm gat qua aantallen. Nou, als je kijkt naar het aantal, hebben we nu, het is eigenlijk van heel Friesland het getal, hè, 97 jongeren die we nu geregistreerd hebben als dakloos. Met 48 plekken maak je al een enorme stap dat je in ieder geval, nou, een beetje de helft van die doelgroep al dak boven het hoofd en ondersteuning kunt bieden. Dus dat is zeker niet een kleine slok op de borrel, dat is echt een flinke stap. En natuurlijk blijven we als 18 gemeenten openstaan en op zoek naar andere initiatieven van aanbieders om nog meer goede plekken te bieden. Maar dat we dit kunnen doen is echt al hartstikke mooi. En er zit ook een combinatie van doelgroepen in. Dus ook jongeren met een indicatie beschermd wonen, jongeren met ambulante begeleiding, maar ook jongeren die kunnen meehelpen, die een goede buur kunnen zijn. Dus met deze mix zetten we echt wel een stap voorwaarts in dit vraagstuk. Straks is maar voor de helft eigenlijk een plek beschikbaar, mocht het niet toenemen. Hoe wordt de selectie gemaakt, wie wel, wie niet, naar Skills in de Stad? Ja, die selectie maken wij als gemeente zelf niet. Daar zijn echt de aanbieders zelf voor. Die met elkaar ook en met het transferpunt wat we hebben voor de, binnen de brede aanpak dakloosheid. Met elkaar kijken van wat is de goede doelgroep. Dat is echt iets voor de uitvoering, voor de partners zelf om te kijken. Hoe maak je een zo goed mogelijke samenstelling van die 48. En die stromen natuurlijk op een gegeven moment ook weer uit. Hè. Dus op het moment dat iemand weer op eigen benen kan staan, dan helpen zij ook mee om de maatschappij in te gaan. En dan komt een plek weer vrij voor de volgende jongeren.